Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag voor jullie een avondroutine opnemen. Ik dacht misschien is het wel leuk om te zien. Niet alle avonden gaan zo voor mij. Maar ik dacht laat ik één van mijn avondroutines laten zien. Ik ben net teruggekomen van werk. Ik heb vandaag de hele dag gewerkt tot 5 uur. Dus ik ben net terug. Nu ga ik eerst snel naar beneden. Want we gaan gelijk eten. Dus let's go. Eten. We eten vanavond chili con carne. Dus dat is lekker. Ik heb inmiddels gegeten. En het is inmiddels een uurtje later, dus het heeft kunnen zakken. En ik ga nu sporten. Ik heb mijn sportkleding aangetrokken. En ik moet wel zeggen, ik heb echt veel minder motivatie nu ik niet naar de sportschool kan. Maar goed, ik doe wel 30 minuutjes of zo, weet je wel. Gewoon een paar oefeningen. Normaal gesproken, als de sportscholen open zijn, ga ik 5 keer in de week 1,5 uur. En dat doe ik meestal 10 minuutjes iets van cardio en dan de rest van de training, zeg maar, kracht. En wat ik wel mis is echt het krachtgedeelte. Tuurlijk, je kan een paar oefeningen doen zonder gewichten, maar ik mis echt dat gewichten tillen meer. En ik merk het ook heel erg aan mijn lichaam. Gewoon minder sterk, minder in vorm ook ofzo. Maar goed, we moeten het nu even doen met wat we nu hebben. Dus laten we beginnen. Ik ben nu klaar met sporten. Het enige wat ik nu even aan het doen ben is rekken. Want dat heb ik ook al een tijdje niet gedaan. En het was toch wel goed voor je spieren. Dus dat doe ik nu ook maar gelijk. Toen de sportscholen dichtgingen had ik echt geen motivatie meer. Ik denk dat ik 3 weken niet gesport heb. En een maand alles heb gegeten wat ik wilde. En dat voel ik ook wel echt aan mezelf. Ook dat je kleding voelt strak. Of je voelt je gewoon... Ik voel me dan zelf persoonlijk gewoon minder goed in mijn vel. Dus ja, en ik merkte dat ook met de sporten. Ik was echt best wel snel moe. En ik merkte dat mijn houding dan steeds minder is. Maar goed, dat is puur oppakken weer. Nu ben ik nog heel even aan het rekken. En als ik klaar ben met rekken, dan ga ik douchen. Want ja, dat mag wel na het sporten. Ik ga nu make-up eraf halen en dat doe ik met de Nivea reinigingsmelk. In principe hoef ik alleen mascara en concealer af te halen. Voor de rest heb ik geen make-up op. Om mijn gezicht te reinigen gebruik ik de Clinique All About Clean Soap. Dit is gewoon een tester. En ik ben deze nu aan het opmaken. Maar normaal gesproken gebruik ik van Kiko een soap eigenlijk voor je gezicht. Maar goed, ik maak nu eerst deze op. En ik gebruik elke avond deze face scrub ook van Kiko. Ik ben inmiddels klaar met douchen. En ik ga gelijk mijn nachtcreme aanbrengen. Dat is de Rituals of... Namaste of zo. Ik kan het niet uitspreken. Maar het is een overnight cream. En het hydrateert. Dus gewoon een nachtcreme. En ja, ik gebruik hem zo. Omdat ik het potje... Ik had hem zeg maar zo gekocht. En ik had het potje nog niet. Maar goed. Wat ik ook gelijk even opdoe is een lipbalsem. Deze is ook van Rituals. De Repair Natural Lip Care. Dus die. En ik vind deze oprecht ook heel fijn, die van Rituals. Ik heb mijn lichaam ingesmeerd, toevallig ook met Rituals, een body cream. Dit is de Rituals of Dao. D-A-O. Dao. Of zo. Ik heb geen idee. De groene in ieder geval. Dus die vond ik ook heel fijn. Die heb ik gelijk opgesmeerd. Wat ik ook ga smeren is dit. Dit is een wondhelende zalf. Voor als je het gemist hebt, ben ik 2 weken geleden inmiddels gevallen met mijn scooter. En ik heb daar een paar wondjes aan overgehouden waar nu een korstje op zit. Maar ik smeer deze op de hoop dat ik geen littekens krijg. Geen idee of het te laat is met smeren, maar goed.
Na het insmeren van mijn nachtcreme gebruik ik deze roller. Deze heb ik gewoon van de Primark vandaan. En het voelt wel lekker, vandaar dat ik het eigenlijk gebruik. Volgens mij is het ook goed met bloedomloop of zoiets. Ik heb niet heel veel verstand van dit. Maar het voelt wel lekker en ik weet toevallig dat het ergens goed voor is. Dus ik gebruik deze ook altijd. En als ik dat heb gedaan, ga ik eigenlijk door naar mijn nagels. Sinds de eerste lockdown eigenlijk, gebruik ik dit op mijn nagels. Het is een olie voor je nagelriemen. En ik dacht, ja, ik probeer het wel gewoon. Het is mij verteld, het proberen 2 keer per dag te smeren. Dus ik doe het ochtend en avond. Ik heb altijd hele, hele slappe nagels gehad. Maar ze zijn zo sterk voor mijn doen. Ja, toevallig is mijn linkerkant wel een paar nagels afgebroken. Maar ze waren ook allemaal super lang. Dus in principe had ik ze iets eerder moeten veilen. Dat was eigenlijk een beetje mijn fout. Maar dit werkt zo goed. Dus ik doe het eigenlijk 2 keer per dag op mijn nagelriemen. En als ik dat heb gedaan, dan smeer ik het in. Dan doe ik het gewoon zo. Zo, die zitten allemaal in. En dan, ook zeker met deze tijd, met alle handgels en weet ik het allemaal, ook het koude weer, gebruik ik ook elke ochtend en elke avond handcreme. Deze is gewoon die van Nivea. Doe ik gewoon. Het is best veel. En als ik dit heb ingesmeerd, dan heb ik al mijn cremetjes en dingetjes alweer gedaan. Ik zit inmiddels op bed en ik ga even YouTube kijken. En ik heb er wat lekkers bij gepakt. Ik heb blauwe bessen. En ik heb ook nog een kop thee, maar hij is heel groot en zwaar. Dus die laten we lekker staan. Dus dat ga ik nu doen. Even lekker filmpje kijken. Ik ben inmiddels de video ook al een beetje aan het editen. En kijk eens wie hallo komt zeggen. Boris, jij mag niet hier. Boris, niet op bed. Je mag überhaupt mijn kamer niet. Moet je nou gaan op bed? Wat ben je aan het doen? Boris. Is het klaar? Is het klaar? Mijn box. Goedje. Het is inmiddels 10:30 of zo. En ik ben nog even naar beneden geweest. Ik heb mijn tanden geflost en mijn tanden goed gepoetst. Dus dat is het enige eigenlijk wat ik beneden heb gedaan. Ik heb me omgekleed. Ik heb mijn pyjama t-shirtje aangedaan. En ik ben eigenlijk helemaal klaar om naar bed te gaan. Dus dit was dan ook het einde van mijn avondroutine. Vond je het een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video weer. Doei doei!